Nou jongens, daar zitten we weer. Je ziet het, het autootje zit propvol. We gaan weer naar de waterkant. We gaan weer lekker een nachtje vis voor werk. Ik heb lekker even thuis gegeten. Het is nu een uurtje of 7:30. Half uurtje rijden. En dan snel die hengels in. Want 9:00 is het donker. Ik heb er zin in. En het kan eigenlijk niet anders gevangen worden. Het was eigenlijk een hele grauwe dag vandaag. Maar nu komt toch lekker het zonnetje door. Dus ik denk dat de karpers er wel zin in hebben. Ik heb fietsen hengels mee. Mijnen liggen nog bij Bram. Dus het kan eigenlijk niet anders dan goed komen. Gewoon op fietsen hengel even een mooie bak vangen. Daar doe je het voor. Let's go. Kom eens, we zijn aangekomen. Even het autootje leeghalen. Ik heb gelijk mijn beste stijl gedaan. Je ziet het. Dit soort sokken kan je natuurlijk niet blanken. Het is fantastisch. Mooie schoentjes. Het is echt een baggerbende. Dus deze maar even aangedaan. We gaan gauw opbouwen. Soms heb je als een ontdekking waar je niet zo blij mee bent. Even naar die top kijken. Die staat niet meer dicht. Oh nee. Alles is hieronder, denk ik, zei ik je dan. Wat een kut. Daar zijn we weer. Fantastisch, we zijn weer lekker aan het waterkantje gekomen. Ik heb hier een haasje mee waar ik mee ga vissen vandaag. Dus de Bloedworm Halibut Pellet. Echt een killer, wel super attractief. Dus er zijn ook wel menig vissen opgevangen, maar ook veel met particles gevoerd eigenlijk dit voorjaar. En ja, ze zeggen altijd voorjaar lekker attractief vissen. Maar vandaag ga ik dat dus nieuw. Ik ga alleen met bodies vissen en kijken of ik dan ook nog net zoveel witvis vang of dat het toch aan de particles ligt. Ik ga allebei de hengels gewoon een single bol vissen. Geen poespas eraan, geen poepuppies, niks. En ik ga eentje denk op het bijt vissen. Boliepijp verspijt er overheen gevoerd. Een ander eigenlijk een plekje waar ik best wel altijd visjes vang. Nou, ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed moet komen. Ik heb fietsers hengels mee en dat vind ik prachtig. Ja, het is gewoon leuk om op fietsers hengel een mooie vis van. Dus daar gaan we vandaag voor. Op fietsers hengel een dikke bak vangen. En ik ga even daar even richtjes aan doen. Ja, aasjes, de haakjes op de azen. En dan kunnen we de hengels doen. Ja jongens, zo ga ik eigenlijk allebei de hengeltjes vissen. Je ziet het, een mooie brede bochthaak. Een stukje poetie, een stukje gestript. En een stukje ongestript. Loodje niet te gek en dus een single bol. Ja, dit is het gewoon. Vaak doe je heel moeilijk. En toch heb ik denk mijn meeste vissen zo gevangen. Gewoon een enkele bol. Daar hangt de andere bol en het gaat helemaal goed komen. We gaan het voerbootje volgooien. We gaan varen. En let's go, Dio. Nou jongens, dit is het. Je ziet het, 4 bolies verkruimeld en 4 hele bolies erbij. En wat doe ik dan? Ik ga zo meteen varen met het bootje. En terwijl ik hem drop, laat ik gewoon eigenlijk de boot op het water. Het waait nu toch niet zo hard. Dan ga ik met de boliepijp rondom de boot voeren. Dus dan weet je zeker dat je een beetje in de buurt van je haka's voert. En ligt toch nog verspreid voer omheen terwijl je met de voerboot vist. Ik vind het een geweldige oplossing. Zo, hengeltje 1 ligt. Hengeltje 2 ga ik nu neerzetten. Ah, het is echt niet normaal dit. Wat een bluwe fastijn. Moet je zien. Ik ging net er al bijna op mijn glijpert. Niet normaal. Maar ja, gelukkig hebben we niet de normale schoenen aan. Alleen vannacht wordt het een glijpartij. Reken er maar op. Trouwens, hengel 2 heeft iets anders gedaan. Je ziet het vast wel. Ik heb namelijk de bloedworm exact eroverheen gespoten. En dat stinkt. Dat is niet normaal. Je ziet het. Alleen over mijn eigen bolie en een beetje over de krummels. En verder niet heel veel anders als de rest. Ik ga hier even omlopen. Zodat ik goed kan bijvoeren waar het bootje is. En het moet helemaal goed komen. Nou jongens, dit was mijn stoel voor vanavond. Met een mooie onthaakmat eroverheen. Met een natte stoel. Verder is het heel rustig. En ik ga lekker mijn oogjes dicht doen. Nog geen piep gehad. Zonde. Oh jongens, dit is toch bizar. Je ziet het, weegschaal. Wat
Ik heb hier toch een dikke vis liggen. Ik heb hem net even gewogen voor het eerst. En hij gaat gewoon dik over de 30 pond heen. Ik gaf 17 kilo aan met sling. Ik denk 16 kilo. Kijk die pens, jongen. Zo dan. Niet normaal. Oh joh, mega ziek. Heerlijk. Ik ga hem eens even op de foto zetten. Oh. Ik ben net al met de zelf ontspannen foto's bezig maken. Maar wat een vis, jongen. Moet je eens even zien, hè. 16 kilo, 16,2. Maar wat is die dik? Echt bizar. Kijk dan hoe breed, hè. Echt niet normaal. Echt een super dikke bak. Prachtig wietse zengeltje. En ik kreeg de hele tijd een paar piepen en terugzakkers. En ik snapte er niks van, dus ik denk, pak die hengel even op. Zat er een tak door mijn lijn, was die dus achter helemaal naar me toe gezwommen. Zat niet vast of zo. Om de top nog een dikke trail had. En dan in één keer zo'n bak. Eerste 30 van het jaar, jongens. Dik 16 kilo. En ik ga nog een foto maken, ik kan die terug. Ah, eerlijk. Dus ik zal jullie de andere kant ook nog even laten zien. Beter licht. Wat een bak, hè. Normaal. En het water dacht ik echt, oh, die is niet zo groot. En toen zag ik in één keer die pens, jongen. En die rug, goed. Gaan we netjes door. Ja, kijk dan, hè. Wat een bak. Niet normaal, die pens is nog vol in zijn winterbuik. Hij heeft lekker gegeten van de bloedwormbolies. En op de enkele bol, hè jongens, geen witvis. Fantastisch, ik kan terug. Ja jongens, helemaal terug. Wat een dikke bak. Bizar. Echt bizar. Nou, je ziet het, de lampjes branden weer. Bootjes weer gevoerd. We gaan natuurlijk never change a winning team. Dus we gaan het gewoon precies hetzelfde doen. Een paar bolies erbij. Gekrummeld voor. Beetje bloedworm. Extract en let's go dio. Ja jongens, bizar. Ik was nog de beelden van de camera afhalen. De foto's. Toen ging die gewoon af. Maar ik heb hem verspeeld. Dus dat is wel echt helemaal kut. Maar daar ligt vis, dat is zeker. Maar zijn heren, jongens en meisjes, dit is toch ongelooflijk. Ik ga het jullie laten zien. Kijk of ik ze. Zo. Echt, moet je kijken dan. Bizar. Ik tilde hem net op uit het water. Ik dacht dat hij ook gewoon weer klein was. Maar het is echt weer bizar. Wat een vis, jongen. Hoe dan? Tweede dertiger achter elkaar. Gekke huis. Lekker. Het is inmiddels 16:30. Dus ik ga hem heel eventjes in de sling hangen. Maar het is toch ziek, jongens. Twee dertigers achter elkaar. Fantastisch. Heerlijk. Bam. Een hele goede morgen. Daar staan de engeltjes. Hartstikke rustig. Maar ja, dat maakt niet uit. Want ze hebben vannacht al gepresteerd. Je ziet het. Ik heb een lekker ochtendbekkie. Maar hij zit voor geen meter, denk ik. En ik ga even gauw die vis op de foto zetten. Want het is inmiddels alweer, hoe laat is het? 7 uur. En ik moet zo meteen toch echt heel gauw naar mijn werk toe. Dus ik ga gauw even die vis op de foto zetten. En inpakken maar. Maar die vis, echt weer een bak hoor. Fantastisch. Ja, goedemorgen jongens. Daar is hij dan. De beuken van vannacht. Is druk, dat is niet normaal. Altijd die vis hier zijn zo druk, daar word je helemaal gek van. Nou jongens, daar is die dan. Bah. Die hadden jullie denk ik mooi, Bill. Een flinke smakkert in mijn gezicht. 18 kilo met sling. Echt niet normaal, wat een beest jongen.
zo blij. 32 in de nacht, heb ik denk ik nog nooit gehad. Nou ja, vorig jaar ook 1 keer in 30 en 40, dat is natuurlijk helemaal een gekkenhuis. Maar wat een vis, hé. Echt breed. Ik ben hier super blij mee. Eindelijk even rustig. En, ja, je hoort de klokken al achter. Ik heb nog een half uurtje om op te ruimen, dus ik moet gaan opschieten. Maar eerst maar een paar mooie foto's van deze beauty schieten. Dan lekker opruimen en op naar het werk. Heel veel betere nachtjes voor het werk ga je niet hebben. 32 is zieke shit. En daar heeft hij gelijk ook zin in. Verkeerde kant op maat. Sorry. Zo jongens, het stekje weer lekker schoon. Het water ligt er rustig bij. Aan de overkant zijn vissen gaan zitten. En ik ga op naar de auto. En op naar het werk. Oh, kijk wat daar ligt. De vis die man doet.